Het festival van Janine Jansen is ook te vinden in de Utrechtse binnenstad en geeft ruimte aan alle vormen van kamermuziek. In het Domtoren speelt blokfluitquintet Seldom Seen. We hebben een heel gevarieerd programma gespeeld van muziek vanaf de renaissance tot een première eigenlijk. Allemaal voor 5 blokfluiten. En hoe past dat binnen het programma van het festival? Dat past omdat het echt kamermuziek is. En ook omdat we in het programma 4 van de Goldberg-variaties hebben gespeeld. Die ook natuurlijk overal in het programma terugkomen. En hoe past het in op deze prachtige locatie om hier een concert te geven? Geweldig, want dit is sowieso een gebouw dat voor blokfluitisten heel veel betekenis heeft. Vanwege Jacob van Eyck, die altijd hier carillon speelde. En het is sowieso een hele mooie akoestiek voor kamermuziek. En wij merkten dat onze renaissance blokfluiten bijvoorbeeld echt helemaal versterkt werden hier in deze zaal. Dus het is een prachtige ervaring geweest. Je hoort hem hier niet knokken. Gaat hem van nature af. Want hij hield van die dansen. Hij kon het goed. Heeft ze meegemaakt in die dorpjes. Dit schreef hij zo echt. Vrijdagavond vullen Hongaarse klanken het gebouw tijdens de Hungarian Night. Presentator Hans Hafmans deelt gepassioneerd zijn kennis van deze muziek met het publiek. Ik heb een verhaal gehouden over met name het piano quintet van Béla Bartók. Een jeugdwerk van Bartók dat ik 3 weken geleden ook nog niet kende. Niemand kent het, bijna niemand speelt het. En Janine doet het met vrienden. Het is zo'n bijzonder stuk, een jeugdwerk van een componist waarvan je weet dat het helemaal goed komt en helemaal geweldig wordt. Dus ik wil ook weten waar hij zelf de mosterd vandaan haalde in zijn jeugd. Juist omdat hij zoeker is, hè, als jongeman. Zijn de vormen zijn nog niet zo duidelijk. Dus wat je in het eerste deel meemaakt is dat hij van start gaat, een beetje aarzelend. Zeg maar alles uitbouwt naar een eerste statement, aan het eind van het eerste deel. Het tweede deel is een scherzo, een snel dansje. Ja, daar was hij al van meet af aan goed in. Hij hield van dansen, denk ik, dansen opschrijven, ging hem heel natuurlijk af. Het derde deel is, en dat hoor je in die volksmelodieën die hij genoteerd heeft, zoeken naar alle die hele kleine veranderingen in melodieën. Het zijn hele ingewikkelde melodieën. Die volksmelodieën zijn niet simpel. Het is niet eenvoudig, het is heel, heel complex. Dat hoor je in het derde deel al een beetje. Dat blijkt ook weer te werken naar de climax. Dan begint het vierde deel. Dat is inderdaad dat is een exuberant, heerlijk, feestelijk, juichend deel. En aan het eind, als hij even, denk ik, als heel jong componist de weg kwijt is, begint hij maar een fuga, want dat is veilig. Fuga! En dan barst het feest aan het eind los. Heb je een quintet van 40 minuten in een minuut uitgelegd? Ah, dat kan helemaal niet. Na het avondconcert gaat het Hongaarse feest door in Cloud 9 op de 9e verdieping van Tivoli Vredenburg. Het podium is bijna te klein voor alle vrienden van Janine. Tell me what just happened here. I don't know. I really can't. I mean, the only thing is I'm sweating like hell, and that's all I know. It was just so much fun. The entire day was very intense, but this was of course the big bang in the end of the day, and it's just crazy. You see how much this music gives, of course, the audience, but also the players who had so much fun, and that's how it should be. Can you tell me something about your background? Yeah, I'm half Austrian and half Hungarian. My mother is from Hungary, and so a typical K and K combination, so to say. And it means a lot to me, of course, the country and everything, but especially the music is something that, because I grew up in Vienna, but the music always kind of was present for me from early age on, because I heard my mom sing songs or play me Hungarian music. She's also a musician, and so I do have this connection in the musical side very strongly. Cimbalomspeler Oscar Eukrus, alias The King, voegt zich bij de vrienden. How does it feel to play the music of your upbringing with all these great musicians, first of all, but also your friends? Absolutely. I mean, this is the best you can have, family or friends. This is the two things which is
just most intimate and most it can't be any closer to play music and then as you say something that's so close to your heart. How did you meet Janine for the first time? Oh, that's a good question. My family is we're all musicians, and my father plays in the Vienna Philharmonic, and he was very close. Or he's very close friends with Julian Rachlin, the violin player. And back then, Julian introduced Janine to my father, and then they were very often at our house in Austria and together when they were in Vienna. Back then, of course, I was maybe playing with some little cars or something, just watching them do the chamber music, and now I'm the one playing with her. It's really amazing for me. Tijdens de stadstour op zaterdagochtend vult muziek de binnenstad van Utrecht, terwijl het publiek van concert naar concert wandelt. Dat zien we in de aflevering van morgen. Ja, die locaties, dat is natuurlijk geweldig. Het is een prachtige oude stad en overal klinkt het goed.